Interim-voorzitter van de Brandweerbond, Wendel Oosterwolde, zegt dat het erop lijkt dat justitieminister Kenneth Amoxie het personeel van het kastje naar de muur stuurt. Leden van de Bond van Personeel Brandweer Suriname zijn sinds vanmorgen in beraad. De nieuwsdienst sprak Oosterwolde enkele momenten na een bestuursvergadering. De leden zijn ontevreden en verhit. Vanuit Nikeri zijn de leden massaal in beraad gegaan. En dan, dat is landelijk dan overgenomen. Dus dat wil zeggen dat alle kazernes vanaf vanmorgen in beraad zijn. Er is daaruit dan een actie, want het bestuur heeft dan het beraad overgenomen. En we komen net uit een bestuursvergadering en we hebben dan een besluit genomen dat we dan dat zaakje overnemen. Oosterwolde stelt dat de minister keer op keer beloftes maakt, maar deze nooit nakomt. Het actiemodel houdt in dat het brandweerpersoneel dispensatie verleent voor uitzonderlijke gevallen. De technische en administratieve diensten werken voor nu tot 11 uur. Er wordt alleen uitgerukt voor woningbranden, technische hulpverlening en bijenbestrijding. Er is al een probleem in Nikeri voor wat betreft de kazerne. De minister heeft zelfs de beloftes gedaan dat er een nieuwe kazerne komt. Maar wat die mensen merken is dat die oude kazerne die is ontmanteld is, last staan om de eerste steenlegging te doen. En die mannen bivakeren nu in kantoorruimtes en dat is geen gezonde zaak. Dus die mannen willen hun werkzaamheden wel verrichten, maar onder normale omstandigheden. Voorts hebben wij dan ook op tafel liggen bij de minister. Onze voedingsgelden die opgetrokken moeten worden en een andere medische dekking. We hebben wel telefonisch contact gehad met de minister, waarbij hij aangeeft dat onze zaken nog niet zijn goedgekeurd in de RVM. Tot 2 keren toe is het uitgesteld. En ik begrijp, we kunnen niet zo lang meer wachten. Bepaalde zaken worden binnen een dag aangenomen. En van de brandweer, steeds maar uitstel, uitstel, uitstel. Ook alweer rietbaar. En die leden zijn moe. Ze willen niet langer wachten. En vanmorgen een bom ze toe. Oosterwolde zegt dat er ondanks de actie sinds vanmorgen geen reactie van Amoxie is gekomen. Sinds eind vorige week heeft de bond een brief gericht naar de minister voor een spoedoverleg. Daarvan is ook niets terechtgekomen. Het feit dat er sinds januari een wensenpakket is samengesteld en er geen veranderingen te zien zijn, is volgens de leden een situatie die steeds meer en meer ergernis oproept.